Instagram voor mijn blog. Vandaag ben ik op bezoek bij Roland Central Europe om meer te weten te komen over Roland zelf. En heb ik een gesprek met Mick Gravé, de jongen die vorig jaar deelnemer was bij de finale van de Freedom Contest. Oké, jongens, dit is Mick Gravé. Hij heeft vorig jaar meegedaan met de Freedom Contest, de wereldfinale in toen was dat in Los Angeles. Hoe vond je het? Bas. Ja, het was een ongelooflijk avontuur. Niet alleen het drummen, wat natuurlijk het stond in het teken van het drummen. Ja. Maar je gaat natuurlijk, het avontuur begint al op Schiphol. Of het begint eigenlijk al als je thuis de straat uitrijdt. Ik ben altijd een enorme fan van AOR muziek geweest. En ook de fusion muziek die daar vandaan komt. Mm. En dat is natuurlijk al het avontuur op zich, dat je daar naartoe mag. Ja, en dan nog maar om te zwijgen over alle druk en coole dingen die het optreden zelf met zich meebrengen. Mm-hmm. Ja, maar Roland had wel de vierde etage van het Hilton Hotel afgehuurd voor een breakfast meeting. En daar zaten we dan allemaal en kregen we dus een beetje uitleg over hoe die dagen zouden verlopen. Dat was echt tof. Wij kregen toen heel eventjes de gelegenheid om al op dag 1 kennis te maken met de NAMM Show. Ja, dat is geweldig. Dat is ongelooflijk. Ja. We zijn daar Stevie Wonder tegengekomen op 2 meter afstand. Allemaal grootheden en dan voor ieder merk. Ja. Waanzinnige country-gitaristen, super drummers, alles is daar aanwezig. Ja. En zo groot, je kan je bijna niet voorstellen. Mm. Even over jouw optreden. Ja. Hoe vond je het zelf gaan? Had je dingen, deed je dingen waarvan je achteraf denkt, dat had ik misschien meer uit moeten buiten? Of juist van, ik vind dat... Ja, er zijn wel wat kleine dingetjes. Ik sta nog altijd achter het concept dat je zoveel mogelijk stijlen moet spelen binnen 5 minuten. Dat wilde ik heel graag. Omdat ik gewoon wist van, ik had me tevoren georiënteerd over en ook verdiept in mijn tegenstanders. Ja. En dan zie je dus zo'n jongen uit Brazilië, daar weet je gewoon van, die gaat het geweldige Braziliaanse Latin groove spelen. Mm-hmm. Maar ik had zoiets van, als je binnen 5 minuten daar een beetje van pakt en daar een beetje van en je laat zien dat je veelzijdig bent, ik denk dat nog altijd iets heel goeds is. Ja. Maar ik had een aantal samples die ik gebruikte en de helft heb ik daar ter plekke gecreëerd, dus ingespeeld. Maar de andere die had ik thuis al voorbereid. Ja. En die heb ik daar door 1 slag op een pad geactiveerd. Ja. Ik heb nog 1 Latin groove gebruikt uit de module. Ja. En dat is misschien iets te makkelijk om dat te gebruiken in een contest. Okay, dus dat had ik misschien wel anders gedaan. Okay. Achteraf. Ja. Dus Mick, heb je voor mij nog 1 cruciale tip die ik kan gebruiken voor dit jaar? Ja, ik denk waar je echt op moet letten is dat als jij denkt dat je thuis een hele goede mix hebt gemaakt van jouw sounds op een koptelefoon, dan wil dat nog niet zeggen dat het hetzelfde klinkt op de geluidsinstallatie dadelijk tijdens je contest. Okay. Dus neem iemand mee die jou tips kan geven, die even de zaal in kan lopen en kan zeggen van iets minder laag of even die kick iets harder of allemaal dat soort dingetjes. Want iedere koptelefoon, iedere geluidsset klinkt weer anders. Klopt. Dus dat is wel heel belangrijk, want dan komt het tenminste ook zo over zoals jij wilt dat het overkomt. Okay. Nou Mick, ik wil je echt enorm bedanken voor al je tips en ervaringen. Ik wil je ook heel veel succes wensen. Ja. Ik denk dat als je gewoon doet wat je nu doet, dan is het gewoon alleen nog maar afhankelijk van de vorm van de dag en van wat de juryleden precies willen horen. Maar ik denk niet dat je echt zorgen hoeft te maken. Nou, bedankt Mick. Ja, okay. Veel succes. Ja. Nou jongens, dit is de man van Roland, de drumspecialist van Roland. En ik ga hem een paar vragen stellen over hoe Roland begonnen is. Wat hun eerste drumsets waren en de ontwikkeling van de hele elektronische drums. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Christophe? Luister. 1972. Ja. Toen is eigenlijk Roland gesticht in Japan. Mm-hmm. En de stichter, die is er nog altijd, die man. En die noemt Ikutaro Kakehashi. Okay. Super naam. Ja. En die is dus Roland gestart. Ja. En dus in 1972. Super jaar trouwens. Mm. Mijn poten. Maar 1972 dus. En het allereerste product dat toen werd gemaakt is een rhythmbox, zeg maar. Deze, kan je hem zien? Ja, ja. En de TR-77. Het is geen synthesizer of zoiets? Het was geen synthesizer. Okay. Dus de TR-77, er was ook nog een ander model, de 55 en de 33. En die was maar dat waren dus de allereerste producten.
Kan je hem eens aanzetten? Ja, want die werkt nog perfect, hè. Dit komt uit 1972? 72. Ja, nee, dan zou je denken dat het misschien echt zo'n... Ah ja, het zit natuurlijk helemaal vol. Met analoge elektronica, weerstanden, transistoren, ja. Het zit helemaal vol. Ja, maar Roland heeft heel veel vanaf toen, heel veel ritmeboxen gemaakt. Ja, dat weet ik. TR-serie, CR-serie. Mm-hmm. De welbekende 808, 909, die zijn natuurlijk... Ja, die zijn heel populair, ja. Maar goed, het allereerste... complete drum, dat was eigenlijk in 1985. Oké. En die noemde de Alpha Drum. De Alpha Drum? Ja. Waarom? Dat weet ik niet. Ah, oh, oké. Okay. Japanners. Ja. Alpha Drum. Maar dat was 85 en dat zag er, ik heb, module hebben we er niet van. Die noemde de, toen de DDR-30, maar ik heb bijvoorbeeld wel, als ik erbij kan, een van de pads van toen. Geweldig. Zie je? Ja. Jeetje. Pekelhard. Ja, dat zie ik zo. Maar eigenlijk, laten we zeggen vanaf 1997, toen is het echt begonnen, want toen was er de TD-10. Dat was eigenlijk de allereerste V-drum. Oké. V, de V is eigenlijk virtual. Virtual, dus dat werd nagebootst. Ja. De grootste innovatie was eigenlijk de Meshet. Ja. Want eerst gebruikten ze dit soort van pads. Ja. Dit is een PD-9. Mm-hmm. Ja, die ken ik. Zie je? Dit, hier, ik had dan de TD-6K. Als eerste elektronische drumkit. Ja. En die had, ook van dit soort, pads. Ja. En uiteindelijk was men ook op zoek naar een betere optie voor de drummer, voor de fingel en voor de gaan spelen. Ja. En dus die meshhead was daar heel belangrijk voor. En we gingen uiteindelijk op zoek naar een soort film, een soort vuilachtig iets. Mm. En dat was niet zo evident. Tot op een dag, en dat is een echt... gebeurt verhaal dat een R&D'er, iemand die meestal de ontwikkeling samen, van de drums, die kwam in een of andere winkel en die zag zo'n kleine trampoline. Weet je, de kinderen, kleine trampoline in de tuin. Uh-huh. En toen was hij op het idee gekomen van, dat is het soort materiaal dat we nodig hebben. Geweldig. En uiteindelijk, je kent het wel, hè, zijn we tot deze gekomen. Ja. Geweldig. Dit is trouwens een prototype. Oh, echt waar? Ja, sample. Waar staat? Oh ja, geweldig. Kijk, hier staat het. Sample. Dus dat is de allereerste V-pad eigenlijk. Dus dat was eigenlijk toen in 1997 de grootste vooruitgang, zeg maar. Ja. De ontwikkeling COSM voor de module, hè, voor het brein, zeg maar. Ja. En de meshhead voor de feel en de, en de gevoeligheid van de patten. Okay. En nu is het tijd voor een nieuwe vraag. Vraag nummer 5 voor het winnen van de TD-11 Café. En de nieuwe vraag is... in welk jaar is de Roland TR-77, oftewel dit instrument, uitgekomen? Ja, maar dit is later ingemaakt. De wijsvinger, denk ik. Ja, dat is dat. Dus dat kon je hem dan ook met het vel laten eindigen? Of moet je dat... Nee, maar je hebt wel het fade-out. Dus. Ja, geweldig!